Een dooi. Nou, de bijzondere rit van Marvin. Zit weer in het Leeglongen. En dan zit er lekker ontspannen mooi. Hoe is het mooi die? Ja, goed. Ik heb wel les van spieping in de rij, maar voor de rest, ja, het doet wel goed. Ja, wat een dooi. Hoe zit het erom op deze dooi? Ja, geweldig. Gewoon de sfeer die daar weer, de rit zelf, ja, alles wat erbij komt zien, is gewoon prachtig. Nou, als het eerst onze start, wist ik zenuwachtig. Een half voor publiek. Nou ja, voordat je het ijs opstappen, dan heen nog wel even de zenuwen. En had je op een gegeven moment op het ijs binnen, dus had je inrieden binnen, dan nou, ik nog wel een beetje. Maar zodra het startschot klinkt, ben je al goed. Ja, begint die spanning al op daarin in de kleedkamer. Want dan is dan nooit te kreks, neem ik gewoon. Patrick, Jorrit. Nou ja, het is ja, maar 5 kilometer bedoeld. Ja. Ja, als je de 5 kilometer, dan zit je nog wel maar wat meerder in de kleedkamer. Maar ja, het op zich valt het mooi. We kennen elkaar al wel aardig. Dus ja, dat ken ik wel goed met elkaar. Dat is dan 10 kilometer. De eerste rondjes, hoe is je gevoel daarbij? Ja, de eerste rondjes, dan denk je wel van, nou ja, ik ken wat hudder, maar ja, we gingen een plan uitstippeld en nou ja, op zich dat verandert heel mooi. Hoe weer dat plan? Ja, alles tussen de 21-0 en 21-4. Maar ja, uiteindelijk heb ik het weer rondjes hudder in. Ja, is het dan snel schakelen? Dat is de ronde die je zust op het boord? Nou ja, zo, het is, ik deed een beetje op gevoel van ja, wat kan ik 24 rondjes lang dwaan, maar de omstandigheden die er op dat moment binnen. En nou ja, dat pakte juist er heel goed uit. Ja, de omstandigheden, waar heeft dat dan over? De luchtvochtigheid, maar ik het ijs? Ja, de luchtdruk, het ijs, hoe ben ik zelf, wat voor zienstander heb je, nou ja, al je dingen. Ja. Viel dus met die en al na die 4 of 5 rondjes, dit keer was een heel mooie tijd, hè? Nou, na 4 of 5 rondjes weer nog wat te betekent, maar op een gegeven moment ging hij, toen er nog 12 rondjes op bed stond, toen kreeg het wel even moeilijk. Oké. Okay. Toen dacht ik even van, poeh, ik ben nog 12, maar ja, uiteindelijk ga ik dat aardig goed terugzetten. Hoe is dat in zo'n hal, vol mensen, publiek? Ja, dat is spectaculair. Dat is, ja, op een gegeven moment, ik kwam op een gegeven moment door een bocht rennen. En ja, toen ging het hele publiek omhoog. Nou ja, ik schrok er super van. Zijn kabaal is dat. Maar dan pakt hem op nog 4 rondjes van die 24, dan heb je 21 gewoon. Wat voor gevoel jou dat hier? Ja, op het moment dat ik me ging uitbouwen, dat is eigenlijk dat rondjes op me zitten. Ja? Dus op dat moment dan denk ik van, oké, hoeveel heb ik nog niet vetten? Ken ik op dit moment versnellen, ken ik hoe vol kan ik versnellen. En nou ja, dat bezocht ik dan vanaf dan per rondje. En dan, ja, dat pakte hier wel aardig goed, want ik bouwde nog gekke per tien elke keer op. Ja, dan gaat het publiek steken. En dan? Ja, dan het begint te schreeuwen, het begint te klappen. En ja, mijn coach stond op een gegeven moment op de cruising, die stond het publiek op te jutten. Nou ja, dat is wel heel vet om uit te maken, ja. Ja. Nou ja, zijn eerste ronde. Alles of niks. Want... Ja, dat klopt. Alles moest er nog even uit. En ja, dan komt er een mooie tijd van 12 of 50 in. Wie dat in doel ik al toen staat zo? Nee, want ik kwam ziek bij waarom met Japan. Ja? En ik ging een virusinfectie in de luchtwegen opraan. En nou, toen op een gegeven moment, ja, ik had de oude ronde 12 weken alleen maar zwiemand op Hussein West. En nou ja, dat ik er dan weer zou steen, dat is wel super. Ja, want die persoonlijke record zit op trekje 08 volgens mij. 0-1. Ja. Wie is het maar die eigen PR verstand doen? Nou ja, ik heb wel een beetje het idee van ja, ja mijn PR zit ongeveer 21 treien. Nou ja, dat kan hier zo wat mooi wijzen. Ja, dat kost onder die trekje minuut. En dan, over die finish. Ja, toen ik dat zei, dacht ik eerst van wel, wat zit je verteerd? Maar ja, dat is wel mooi. Ja. Hier staat voortal troost, jij hebt het scorebord aan natuurlijk. Ja, als je over de finish komt. Ja. Ja, dan, ja, als je het zorgt, dan zul je tot of niet over de 50ste en denk van, ah, het is eerst die tijd van die oren die je nog ziet, omdat je over de lijn kwam. Maar dan zul je toch je eigen naam ervoor zien. Dus dat is wel mooi. Ja. Toch geen ticket, hè? Nee, helaas net. Krijg net. 12 ervoor, hè? Ja, krijg 12 ervoor. En ja, op alle afstanden in de truien, alleen even de 10 kilometer in de 12. Ja, hoe zoer is dat dan, Marvin? Ja. Ja,
Het is ja, voor mij misschien krijg ik wat te beteerd, zou ik maar zeggen, maar ja, het is mooi, mooi genoeg hoe dat nou vooraan is. Ja, toen het begon, dus, hier staat als doelstelling onder die 30 minuten? Nou ja, ik ging natuurlijk een PS neer van 13-12. En ja. Nou, toen elke de eerste beste 10 kilometer al een behoorlijke hap houdt. Dus dacht ik van, oh, dit is wel mooi. Maar ja, dat je dan nou onder de 30 minuten rijdt, dat is wel, ja, wel vrij snel al, zeg maar. Ja, waar gaat het heen? Ja, waar gaat het heen? Aansnijd enkel al rammen maar. Ja, dat is het eerste volgende piekmoment, denk ik. Ja, en nou, pak snel die training op, want ja, dit is nog even genieten, zo'n dag en de tijd. Maar daar is met de training nou al mee bezig? Ja, we beginnen nou aan weer richting het Halram, de programma's op ons. Wat was de komende jaren van die eigen doelstelling, Helly? Ja, de World Cups rijden. En, maar daar is de verzinning, hè? Ja, daar is de verzinning. Ja, bij zijn NK de verzinning is te volgen. Ja, een mooi plak, maar ja, voor de rest, nee. Nee, dus ik ben bij een commerciële ploeg. Is dat een doel om daar aan te sturen? Zeker, zeker. Dat is wel het doel, hè. Je is er om bier in een hoorn aan hebben? Ik heb ook enorm meer gehad, nee. Dus, hey. Hoe vaak heb je de beelden bij Bramsjoen? Van het 10 kilometer hebben we juist die jongen nog even bij Bramsjoen. Een soort fouten, Sjoen? Nou, valt mij. Blauw mooi rijden, dus ja, nee, het is gewoon een prima rit. Is kritisch op jezelf dan? Ja, natuurlijk. Je zult gewoon wat er beter kan. En nou ja, dat met de volgende keer gewoon beter. En wat wordt dan die nieuwe doelstelling als tiert? Ja, als tiert, ja. Dat moeten we dan maar weer even zien. Krijg ik het alweer in. Tot over 54? Ja, wie weet. We zullen zien. Daar gaan we wel voor.